potentiaal. Daarvoor gaan we eerst beginnen met arbeid. We hebben hier een samengedrukte veer die tegen een blokje drukt. Die samengedrukte veer oefent dus een kracht uit op dat blokje. Die veer, ja, die ontspant zich en gaat daardoor dat blokje verder duwen. We spreken hier ook van arbeid, want dus een kracht F zorgt hier voor een verplaatsing R. En in het vierde jaar heb je gezien dat we dan spreken van arbeid die verricht wordt op het systeem. En er dus ook een verschil in energie is. Dus de arbeid is de kracht maal de verplaatsing en dat geeft een verschil in energie. In het begin heeft dat blokje, of heeft het systeem hier, veel potentiële energie en geen kinetische. Op het einde is de potentiële energie gedaald en is de kinetische toegenomen. Er is dus geen energie verloren gegaan, is gewoon veranderd. In dit geval slaagt die delta E dus op een bepaalde energie waar we willen bekijken. Nu gaan we datzelfde eens bekijken in een elektrisch veld. Ik heb een positieve lading en die is een homogeen veld en ondervindt dus een constante kracht. Dus die positieve lading die wordt aangetrokken hier door de negatieve en wegstoot door de positieve zijde, oftewel gaat mee met het elektrisch veld. En die gaat daardoor bewegen. Dus die positieve lading gaat naar hier en legt een afstand delta R af. We spreken dus van arbeid, kracht, maal afstand. De arbeid is de coulombkracht maal de verplaatsing. Omdat beide in dezelfde zin zijn, we mogen de vectortekens hier weglaten en komen we dus bij onze waardes. Maar hier hebben we wel een negatief verschil in potentiële energie. Want hier hebben we veel potentiële energie en op het einde hebben we weinig potentiële energie, maar is de snelheid wel toegenomen, dus zal er een stijging zijn van kinetische energie. Maar we zijn nu geïnteresseerd in de potentiële energie, dus dit. De coulombkracht, hebben we al gezien, is de lading maal het elektrisch veld. Dus kunnen we dat hier vervangen en met andere woorden is het verschil in potentiële energie, dat negatief is, gelijk is aan de lading maal het elektrisch veld maal de verplaatsing. Negatief potentiële energie, omdat we op het einde, dus delta EP is eigenlijk eind min beginenergie, maar eindenergie is hier lager. De potentiële energie is 0 aan de negatieve plaat. Dat is een conventie, dat leggen we vast. Dat is dus heel een tijd zo. Dan gaan we eens kijken, dus de potentiële energie van een positieve puntlading in een homogeen veld. Ik heb hier delta EP, min delta EP is dus min de eind min begin. Eind is 0, begin heeft een bepaalde waarde die we zoeken. Door onze twee mintekens hebben we dus dat in het begin we een positieve potentiële energie hebben. En met andere woorden, de potentiële elektrische energie is Q maal E maal D. Zonder absolute waardetekens in dit geval. We kunnen dat een beetje vergelijken met aarde. Dus we hebben een bepaald punt op de aarde. Als we daar een lading brengen, dan gaat die naar beneden vallen. En dus de arbeid met de zwaartekracht is hetzelfde. Dus zwaartekracht maal verplaatsing in dezelfde zin. Dus de zwaartekracht maal verplaatsing is een verschil in potentiële energie. Omdat de zwaartekracht M maal G is, kunnen we daar ook schrijven M maal G maal H. Dus de analogie is hier. Dus we spreken hier in plaats van massa over lading, in plaats van veldsterkte over de elektrische veldsterkte. En de hoogte en de afstand, dat is hetzelfde. Voor een negatieve lading even bekijken. We hebben hier de afstand d. De negatieve lading begint hier op de nul en zal dus een afstand delta r verplaatsen. Ondervindt een kracht in die zin tegen het elektrisch veld in. En we hebben ook weer hier, dus de arbeid zal zorgen voor een verschil in potentiële energie. Want hier zal voor die lading de potentiële energie lager zijn dan beneden. De snelheid zal toegenomen zijn, de potentiële energie gedaald. Dus, min delta P is weer maar Q maal E maal delta R. Maar we hadden afgesproken dat de potentiële energie nog altijd nul is op de negatieve plaat. Dus, als we weer diezelfde formule gebruiken van trouwens, dus min delta P is min eind min begin. Nu is begin nul en eind is min. Dus we hebben hier een negatieve potentiële energie op het einde. Ah ja, we beginnen op nul. En er verdwijnt potentiële energie. Ja, dan hebben we op het einde een negatieve waarde. Dus de potentiële elektrische energie is Q maal E maal D. En deze keer zie je duidelijk dat er geen absolute waarde staat bij Q, want als dat negatief is, krijgen we een negatieve potentiële energie. Dan gaan we even potentiaal invoeren en dan even de vergelijking maken met onze kracht op een lading in het veld, gedeeld door de grootte van de lading in het veld. Dat hadden we bij elektrisch veld gezien, dus
als de elektrische veldsterkte. Dus als we onze tekening hebben, kracht op de lading in het veld, gedeeld door de grootte van het veld, geeft ons onze elektrische veldsterkte. Nu, we gaan hetzelfde doen met potentiële energie. Elektrische potentiële energie, gedeeld door de grootte van de lading in dat veld, geeft ons de elektrische potentiaal. Dus dat is eigenlijk een beetje de mogelijkheid tot potentiële energie hebben. Dus dat wil zeggen, we hebben een bepaald punt in de ruimte en we kunnen zeggen, als we daar een lading in brengen, dan zal dat zoveel potentiële energie hebben. Dus, met andere woorden, de potentiaal, met simpel V, is de potentiële elektrische energie gedeeld door de lading die die energie heeft. De eenheid is volt, dus we hebben hetzelfde symbool voor grootheid, deze keer als eenheid. Dus de potentiële energie is Q maal E maal D. Ja, de potentiaal is de elektrische en de potentiële energie gedeeld door Q. Q maal E maal D gedeeld door Q houden we over dat de potentiaal de sterkte van het elektrisch veld is maal de afstand, dus de positie in het veld eigenlijk. Dus hier hebben we een hoge potentiaal en daar hebben we een lage potentiaal. We kunnen dan het verschil berekenen, potentiaalverschil. Dus hier hebben we meer mogelijkheid tot potentiële energie dan hier. Eender welke lading brengen. Met een grote lading hebben we hier een heel grote potentiële energie. En dan hebben we hier een lagere potentiële energie. Met een kleinere lading zullen die beide getallen lager zijn. Maar er zal dus altijd een potentiaalverschil zijn. En dat potentiaalverschil krijgt de naam spanning en dat ken je. Delta V is dus de spanning. En ook daar is de eenheid volt. Dat was het voor deze keer.